De financiële indicatoren die hebben geleid tot het winstgevend maken van de Finabank in 2023 liggen geheel aan diversificatie. Woorden van directeur Eblijn Franchi. 2023 was een zeer uitdagend jaar. Finabank is verschillende partnerschappen aangegaan met buitenlandse banken en was in staat om de kredieten en haar portefeuille in het buitenland te diversifiëren, aldus Franchi. Ondanks de getroffen monetaire en fiscale maatregelen door de Centrale Bank van Suriname, heeft de Finabank het toch kunnen redden. In Suriname was de groei niet sterk, maar we zagen wel een kleine groei van bedrijven die zich zeg maar voorbereiden op de olie- en gasontwikkelingen. Die ontwikkelingen bij de bank, die stappen die we hebben genomen, hebben er inderdaad voor gezorgd dat in ieder geval Finabank in staat geweest is te groeien en het budget te halen. En we zijn zelfs boven het budget uitgekomen, waar we natuurlijk enorm blij om zijn. Franchi is blij met het feit dat de inflatie in het vierde kwartaal van 2023 lichtelijk omlaag is gegaan. Ook de koers is aan het dalen. Alleen is dat nog niet te merken aan de prijzen in de winkels. Dit jaar zal de Finabank haar dienstverlening op het gebied van online bankieren verbeteren, gebaseerd op feedback van de rekeninghouders. Cliënten hoeven geen verlof meer te nemen om de bank te bezoeken. Met de verbeterde digitale diensten kunnen ze makkelijk eenmaal 24 uur bankieren, vanuit elke plek natuurlijk. Een van de diensten die we aan het verbeteren zijn voor 2024 zijn onze digitale diensten. Onze online en mobile banking, onze huidige online en mobile banking gaan we volledig vernieuwen, zodat het publiek makkelijker toegang heeft tot de bankrekeningen, tot het doen van transacties, dat het intuïtiever is. Uit het onderzoek dat we zeg maar twee keer per jaar doen onder onze klanten, is dat als grootste zeg maar uitdaging voor de klant naar voren gekomen. Dus daar luisteren we naar en dat verbeteren we. Het IMF-programma is best een stevig programma met een duidelijk doel, vindt Franchi. Een stabiele economie is beter voor de commerciële banken, want banken kunnen makkelijk gedijen in tijden waarbij de rentes, de koers en de inflatie voorspelbaar zijn, zegt de bankdirecteur verder. Suriname is op weg naar stabiliteit en het is tijd dat we mensen allen om de tafel gaan zitten en nagaan hoe die stabiliteit te behouden. Belangrijk is ook dat de koopkracht weer toeneemt en het land meer gaat verdienen. Dus het IMF-programma is best een stevig programma, maar het was noodzakelijk. In 2023 hebben we gezeten met de Centrale Bank, de minister van Financiën ook, om na te gaan, welke bijdrage kunnen wij als financiële sector doen om zeg maar de economie weer op de rails te krijgen. Een van de maatregelen was verhoging van de kasreserve, beperking van de kredietgroei. Daar hebben we zelfstandig mee ingestemd, of vrijwillig mee ingestemd. We zien dat goede output gehad heeft op de inflatie, maar ook op de koers. Maar het is stringent voor de banken. Het zorgt ervoor dat de winstgevendheid van banken omlaag gaat.